Mijn boosheid is ondertussen al over. Ik ben ondertussen ben ik woest. Club Bedroom in de Oosterstraat moet vanaf volgende week 3 maanden sluiten. Dit is besloten door de gemeente naar aanleiding van 3 geweldsincidenten. Volgens de ondernemer hebben alle incidenten zich buiten Club Bedroom afgespeeld. En is de maatregel volgens hem daarom volkomen onterecht en buitenproportioneel. Uiteraard ben ik naar de rechtbank toegegaan, want dit is onrecht en dit kan absoluut niet. Waarom is het onrecht? Wij krijgen hier een multicultureel publiek. En dat ligt nogal gevoelig. Dat werd in de rechtbank vanochtend ook weer gezegd door de gemeente zelf. De ondernemer valt niets te verwijten, want die heeft alles keurig voor elkaar. De winkeliers in de nabije omgeving zijn in ieder geval blij dat Club Bedroom 3 maanden dicht moet. Als ik overdag hier terugkom 's morgens en 116 peuken van de straat moet ruimen en allerlei aanverwante artikelen en ingegooide spiegelpuien, dat kost mij alleen maar geld en energie en ergernis. Als ik dan hier 's morgens aan het werk ging, dan stond de muziek soms zo hard hier 's morgens vroeg dat de brillen bijna uit de rekken dreunden. Voor mij persoonlijk is het gewoon mijn portiekje wat gewoon als urinoir gebruikt. Elke ochtend wat te schrobben en boenen. Ik vind het een beetje jammer dat ik ze niet hoor. Want ik heb al van het zomer ook aangegeven bij de winkeliersvereniging hier in de straat van, ja, als er problemen zijn of klachten zijn, kom bij me. Met mij van best wel te praten. Dus we kunnen altijd tot een oplossing komen. Volgens de omwonenden en de winkeliers is Club Bedroom een plaats van criminaliteit. Wat daar voor types in en uit lopen die daarbij horen. Met grote dure, de duurste auto's en prostituee-achtige typetjes in en uit. Drugs, drank, vrouwen. Prostitutie. Ja, daar komt het wel op neer. Het is drugs, het is veel geschreeuw, het is messtekerij en gevecht. En, ja, nou, slapeloze nachten. De eigenaar van Club Bedroom begrijpt niets van de kritiek en vindt dat ze er alles aan doen om de problemen te voorkomen. Ik heb al wel eens eerder gezegd, we zouden eigenlijk subsidie moeten krijgen. Ja, waarom? Nou, we krijgen hier een multicultureel publiek. Wij hebben al veel meer beveiliging dan andere zaken. Dus ja. De 3 maanden verplichte sluiting van Club Bedroom zal leiden tot een faillissement. Dat betekent dat ongeveer 20 man personeel op straat komt te staan. En het zou inhouden dat de zaak 3 maanden op slot gaat. Ja, en wat er dan gebeurt zou ik niet weten. Want dat ga ik dan niet meer meemaken. Want? Ik ben dan hier geen ondernemer meer. Club Bedroom heeft nog een kort geding lopen om de sluiting tegen te gaan. De uitspraak hiervan is komende vrijdag bekend. Zolang de zaak onder de rechter is, wil burgemeester Vreeman niet voor de camera reageren op de kwestie.